Ik noem mezelf altijd een mislukt product van het huidige onderwijssysteem. Wiskunde is bijna 20% van alle vragen. Zoek je hulp bij je huiswerk, dan start je simpelweg de app van Mr. Chat. En binnen 10 seconden heb je toegang tot een netwerk van universitair geschoolde coaches. Dat klinkt bijna te mooi om waar te zijn, dus we gaan eens even toetsen wat er precies waar is van dat verhaal. Jan Gustavo Kuipers is bij mij, de oprichter. Hoi. Hi. Dat is het ook in de nutshell, zo'n beetje? Ja, inderdaad. Gebruikers die nemen voor €26,95 per maand een abonnement. Ja. En kunnen daarvoor onbeperkt vragen stellen voor alle reguliere middelbare schoolvakken. Alle reguliere middelbare schoolvakken? Ja, dus de examenvakken, zeg maar. Ja, precies. Ja. Is het dan met name bovenbouw gericht of ook al of ook onderbouw? Alle niveaus en alle leerjaren kunnen we helpen. Dus er zit altijd binnen onze openingstijden, binnen 10 seconden iemand voor je klaar die je verder gaat helpen. Nou, daar wil ik meer over weten. Laten we even bij het begin beginnen. Hoe was je eigen middelbare schooltijd? Ja, turbulent. Ik noem mezelf altijd een mislukt product van het huidige onderwijssysteem. Ja? Ik ben begonnen is dat op... Is het van het onderwijssysteem of van jou? Nou, ik vind het lastig om kinderen tussen de 12 en 18 verantwoordelijk te houden voor het traject wat voor ze klaar ligt. Het is niet een fit voor iedereen. En daar probeer ik eigenlijk iets aan te veranderen. Het is echt wel een beetje voor mijn 15-jarige ik, zeg maar, waarom ik dit doe. Mm-hmm. Je hebt het zelf gemist. Ik kan wel zeggen dat ik de hulp wel nodig had. En dit is een meer wenselijke manier zoals toen nog niet mogelijk was. Dus dat is wel een beetje de achterliggende gedachte. Je werkt met universitair geschoolde coaches, tenminste zo lees ik. Ja, wat zijn dat voor? Zijn studenten? Of? Ja, we hebben een eigen online assessment tool waarin we scannen op vakinhoudelijke kennis, didactiek, snelheid, zoeksnelheid en typsnelheid. En voorwaarde is dat je aan een universiteit studeert en minimaal VWO hebt gedaan, minimaal een 8 hebt gehaald voor het vak wat je geeft en dan vervolgens dus ook nog die hele assessment tool positief doorloopt. Ja. Noem eens wat cijfertjes in de zin van hoeveel mensen maken er nu gebruik van? Hoeveel coaches zitten in dat netwerk? We starten nu in september met 400 coaches die vanuit huis die vragen beantwoorden. Of ze zitten in de UB. En we starten in totaal nu met 14.000 leerlingen op het systeem vanuit het Noorderpoortcollege. Dat is onze scholenpool. We proberen nu ook echt scholenklanten te maken. En over de consumentenmarkt mag ik helaas niks zeggen, want dat zit achter een NDA met onze investeerders. Aha, oké. Okay. Ik kan me voorstellen dat met scholen, dat stikt natuurlijk lekker aan. Dat is voor jou een stuk lucratiever om in één keer een hele school aan te sluiten, toch? In zekere zin wel. Maar we hebben wel een variabel tarief. Dus als er niks gebruikt wordt, wordt er ook minder betaald. Hoeveel minder? Want je noemde net een bedrag. We spreken een uurtarief af met de school. Coaches worden ook uitbetaald per seconde. Per seconde worden ze uitbetaald? Ja, zeker. Dus ze gaan lekker langzaam werken dan, of wat? We hebben een hele uitgebreide, geavanceerde backend gebouwd. Dus we zien zelfs tot op de seconde nauwkeurig wanneer een chatbericht wordt verstuurd. Er zitten ook altijd monitors op het systeem. Dat zijn onderwijskundigen. En die kijken met iedere vraag mee. Dus op die manier halen we die perverse prikkel er weer uit om langer dan nodig, zeg maar, over die uitleg te doen. Waarom doen coaches eraan mee? Ik bedoel, het is niet om er rijk van te worden, neem ik aan. Je verdient €8,90 per uur, dus dat is al best prima. Gezien dat je net van de middelbare school afkomt. Het is meer dan minimum jeugdloon, dus wat dat betreft verdient het goed. Het is een leuk bijbaantje voor studenten. Ja, en je mag dus zelf bepalen wanneer je werkt. Dus we hebben een roosteringsmodule en daar plannen ze zichzelf op in. Dat Uber? Ja, in shifts van 3 uur. Ja. En het is daardoor heel variabel in te richten naast je studie. Maar je wordt per seconde betaald, maar dat komt neer op dat uurbedrag wat jij net zei. Ja, wij moeten natuurlijk wel een beetje voor een balans zorgen tussen die 3 uur dat je ingepland bent en dat je ook echt wat verdient. Dus gemiddeld wordt er nu ongeveer 2,5 uur per shift verdiend. Ja, ja. Even praktisch. Ik zit in middelbare school. Ik ben aan het leren. Ik heb moeite met wiskunde. Ik kom er niet uit. En dan? Dan open je de app, klik je simpelweg op stel een vraag, komen alle vakken tevoorschijn, dan kies je je vak. En dan staat er een scherm met wat is precies je vraag. En dat is eigenlijk een heel cruciale stap in het denkproces van de leerling. We dwingen echt om na te denken over wat nou je specifieke probleem is. Mocht je dat niet kunnen formuleren, dan kun je gewoon een chat starten alsnog door hoi, kun je me helpen bijvoorbeeld te typen. En het mooie van de app is dat je foto's en spraakberichten kan sturen. Dus bijvoorbeeld voor wiskunde zien we gewoon heel veel dat de gebruiker een foto stuurt van zijn boek.
een foto van zijn schrift. Yo, ik snap 2B niet. En nou ja, je kan gelijk geholpen worden. Daarnaast wordt het leerjaar en het leerniveau ook meegestuurd aan de coach. Dus er is echt een referentiekader van waar moet ik nou precies bij helpen voor de coach. Dit is toch onderwijs eigenlijk? Ja, vind ik zelf wel. Ja, zeker. Want hoeveel scholen maken er nu gebruik van, zei jij? We hebben nu Noorderpoort College, dat is een mbo-school. Ja. We hebben het KWC, dat is een Agora-school. Agora-onderwijs geven ze daar. Een hele vrije vorm van onderwijs, waarin de leraar eigenlijk zich meer naar de rol van een coach beweegt. En ja, er uiteindelijk wel een examen, een landelijk examen gehaald moet worden. Ja. En wij dus echt voor de kennisoverdracht worden ingezet in de klas. Alle kinderen hebben daar ook devices voor zich. We hebben een samenwerking gehad met het Theda Mansholt College voor de examens. Daar hebben we de examens ook beter, hebben ze de examens beter gehaald dan het jaar ervoor. Precies percentage hebben we nog niet, maar de school was erg positief. En ja, voor aankomend jaar staat dus ook op het programma om scholen te benaderen. We hebben een wet gevonden waardoor we mee mogen tellen als onderwijstijd. En dat is nu eigenlijk de eerste echte opening om dit breder bij de scholen te laten landen. Omdat het beleidsstukje ook heel erg belangrijk is. Bekostiging is ook een belangrijk ding van hoe gaat het dan betaald worden. En zeg maar welk kapstokje kunnen we het aanhangen als school. Dat hebben we nu veel beter staan dan voorheen. Zeg waardoor het gunstiger wordt voor een school om er geld in te stoppen. Ja, precies. Want ja. Zij betalen dan geen 25 euro per leerling. Dat hangt dan af van het gebruik. Ja, ja. Het licentiemodel wat onderwijs gewend is. Daarvan zeggen we, ja, we willen zo transparant mogelijk samenwerken. We zijn echt uit op een lange termijn samenwerking. En vooral ook het inzicht geven in wat we genereren is interessant. Dus ook voor school om te weten waar die piekmomenten liggen in de vragen, maar ook misschien de onderwerpen, is iets wat we met ze gaan delen en zullen delen. Dus ook een beetje daarom dat ja, transparantere businessmodel naar de scholen toe. Kun je er al iets over vertellen in die zin? Wat zijn de vakken die het slecht doen op het reguliere onderwijs? Want dat zijn de vakken die bij jullie goed doen. Is dat kort aan de bocht geanalyseerd? Ja, wiskunde is bijna 20% van alle vragen. Mm. Dus dat blijft gewoon een ding. En daarnaast hebben we een hele mooie module in het systeem zitten. Iedere vraag wordt gecategoriseerd aan de hand van het leerjaar en het leerniveau van de gebruiker, maar ook het vak waarvoor de vraag is gesteld. De overheid die geeft leerdoelen mee per jaar per vak. En zo hebben we de hele database al gestructureerd aan de hand van kerndoelen. Dat is onderwijskundige inhoud, maar nou ja, dat inzichtelijk maken naar de leraar is ook een heel interessant stukje data wat we genereren. En dat zien we ook wel echt als de toekomst van onderwijs. Dat je inzicht gaat krijgen in de probleemstellingen van de klas, maar ook op individueel niveau. De data, de interpretatie van de data die je eruit kan halen natuurlijk. Precies. En als leraar een stukje insights krijgen van waar moet ik nou meer op sturen op onderwerpniveau als ik mijn volgende les weer ga voorbereiden bijvoorbeeld. Hoe staat het onderwijs hier tegenover? Zo'n hippe jonge dude met Mr. Chat, een beetje hippe naam en allemaal online en app en... Ja, nee, het is een conservatieve markt. Maar met alle problematiek die er heerst, begint er eindelijk een meer open mindset te staan ten opzichte van wat we kunnen doen. En ook vooral hoe we ondersteunend kunnen zijn voor een leraar. Het is ook helemaal niet onze bedoeling om de leraar bijvoorbeeld buitenspel te zetten. Nee. Maar we willen hem wel op zo'n effectief mogelijke manier in zijn rol brengen, zeg maar, en hem ondersteunen. Ja. En ja, ons geloof is er juist dat de app dat heel erg kan. Het speelt in op de belevingswereld van het kind. Kijk, als je op zondag een probleem hebt met je wiskunde en je moet dat opgelost krijgen dinsdag, later in die week, in een huiswerkklasje. Ja, met alle dingen die er verder gaande zijn, is dat gewoon outdated. Ja. Het is een model die niet meer past bij, ik heb zin in een pizza, ik open de app, ik bestel een pizza en 20 minuten later. Alleen, het werkt dubbel zo fijn als het met elkaar samenwerkt. Als ik een leerling ben en ik gebruik Mr. Chat, dat mijn docent wiskunde, die ik dinsdag het vierde uur heb, dat die weet en ziet waar ik mee heb lopen stoeien. Ja. Maar werkt dat al? Nou, we zijn dat voorzichtig aan het vormgeven. Want we weten ook dat leraren ten opzichte van online portalen een heleboel aanbod hebben. Maar het reële gebruik is daarin vrij laag, is wat we weten. Dus we zijn dit echt samen met leraren van het Noorderpoort aan het vormgeven. Om te kijken van oké, hoe kunnen we dat gebruik dan ook echt effectief gaan krijgen. Want ja, het aanbod van dashboards vanuit de uitgevers bijvoorbeeld, ja, het ligt er wel. Ja. Maar als je kijkt wat de visit time is of recurring visits, ja, dat valt tegen. En dat stukje, zeg maar, kijk, dat commerciële
inzicht te krijgen in je data. Dat is ook waarmee we onderwijs willen optimaliseren. Want ik denk dat dat ook de volgende stap moet zijn. Mm-hmm. Als je kijkt naar wat uitgevers doen, dat ze nou ja, toch het liefste gewoon tot 20, 40 boeken blijven drukken, omdat de marges goed zijn. Maar ook zelf eigenlijk niet de kennis en know-how in huis hebben om echt die volgende stap te maken naar meer gepersonaliseerd, meer gedigitaliseerd leren. Dus ja, we zien onszelf daar wel in als vernieuwer. Wat je slim doet natuurlijk is dat je niet met een concept komt waarbij jij het onderwijs bedreigt. Ja? In de zin van wij hebben een nieuw type school en het oude moet weg en dit is het nieuwe. Ja. Maar jij vult iets aan wat perfect past in de leefwereld van die jonge gasten natuurlijk. Die inderdaad dat, wat jij zegt. Dat is ook altijd ons doel geweest. We wilden iets neerzetten waar de gebruiker een behoefte aan had. Ja. In plaats van dat het beleid zou afdekken of dat het businessmodel gestuurd zou zijn. Nee, de gebruiker die moet in die zijn behoefte negen, ja, die zit om 9 uur 's avonds te blokken. Die komt er niet uit. Hup, klik, app openen en de oplossing. Hoe is de feedback van de individuele gebruikers? Goed. Betalende gebruikers zijn heel positief. Ja, gratis lurkers enige minder, hè? Want ik heb natuurlijk even in de App Store en zo zitten kijken. Daar scoor je. Ja. Met name eigenlijk twee thema's die ik daar zie. Eén, ik word wel heel agressief gepusht richting betalen, zeg maar. De meldingen vliegen om mijn oren. En, nou weet ik niet of dat jullie schuld is, maar veel inlogproblemen, heel praktisch. Dat zijn eigenlijk de twee thema's die ik uit de reviews een beetje haal. Ja, de inlogproblemen zijn van op de hoogte. Dus vooral Android zijn we ook mee bezig. Facebook en de updates daarvan, ja, die gaan niet altijd even vlekkeloos. Maar je kan inloggen met Facebook. Ja, precies. Dus dat is nog best wel een onderhoudsklus om dat altijd up and running te krijgen. Daarnaast is het ook wel gekoppeld aan de hoeveelheid downloads. Want voor een onderwijskundige app is hij al wel bijna 200.000 keer gedownload. En de mensen die ontevreden zijn, die schrijven toch meer ratings dan positieve. Ja. Maar ik ben zelf heel blij dat het vooral gaat om het stukje betalen. Want we weten gewoon, we hebben een tweeledige doelgroep. De kinderen gebruiken het, maar de ouders betalen het. Ja. Dus dat kinderen zelf nog niet die investeringsbereidheid hebben, dat vind ik ook heel logisch. Helemaal op het niveau waarop het abonnement nu kost. Maar moet je niet gewoon zeggen, het is betaald, punt. En niet eens een. Want ik weet niet of ik heb het niet getest zelf, maar het is amper freemium te noemen. Hè? Het is trial. Je kan even proeven, even trialen en daarna betalen. Ja. Je kan ook zeggen, jongens, doe dat nou niet. Het is gewoon betalen. Maar je wil eigenlijk toch wel iedereen ook een ervaring geven. Mensen moeten gewoon massaal weten wat we doen, wie we zijn. En dat krijg je niet als je een app lanceert die op slot zit. Nee. En daarnaast is het voor ons ook gewoon interessant om te blijven zien, zeg maar, wat de gebruiker voor vragen stelt, ook als hij in een freemium traject zit. Dus waar in het begin meestal ging over vragen als, maar zit hier echt een mens achter en ben je een robot? Ja. Zien we nu dat dat trialtegoed ook echt voor vragen stellen gebruikt wordt. En we zien ook dat meerdere accounts worden aangemaakt, maar dat er na een tijd ook wordt aangeschaft. Ja, ja. Dus op zich klopt het qua funnel dan wel weer, dat kinderen vooral maar moeten blijven gebruiken. Dat is vooral belangrijk. Worden de coaches gerate? Ja, iedere vraag krijgt een rating. Zouden ze het echte onderwijs ook moeten doen? Ja, dat stukje optimalisatie, dat is een leuke discussie inderdaad. Ja, maar het is natuurlijk heel logisch dat coaches op een gegeven moment die niet genoeg scoren, dat die gewoon, die moeten gewoon wieberen. Ja, zeker. Wij kunnen coaches op basis van oppaksnelheid met elkaar benchmarken binnen tijdvakken. Dus we weten ook echt het presteren van de individuele coach afgezet tegen de groep waarin hij opereert. Ja. Maar we weten bijvoorbeeld ook dat we eigenlijk geen alpha coaches hoeven aan te nemen, omdat beta coaches met alpha vakken beter presteren. Dus onze hele database die zetten we al gedurig ook in SP6. En dan gaan we echt analytisch kijken van oké, weet je, waar kunnen we nog echt significante verbeteringen aan? SP6 is een tool om dat soort analyses te kunnen. Ja, precies. Ja. Dus, hey, en even de business case. Je zegt investeerders, hoeveel geld zit erin? Mag je niet zeggen. Dat is het tonnen of miljoenen? Tonnen. Tonnen. Ja, okay. Ja. En hoe zit het aandeelhouders technisch? Want jij hebt niet alleen gestart? Of nee, ik heb nog een compagnon, Kim van der Res. Ja. Ik noem haar altijd de onderwijskundige hart van de dienst. Zij heeft een dubbele master in pedagogiek en onderwijskunde. Ja. Dus het hele kwaliteitsaspect en hoe we uitleg geven, dat heeft zij helemaal het fundament voor gelegd. Ja. En dat is het ook. Hè. We geven echt uitleg. We zijn geen antwoordenboek, maar we leggen je stapsgewijs uit hoe je naar een antwoord toekomt. Ja. En zij is mijn compagnon. We hebben het samen opgericht. En samen dus ook nog een meerderheid. En er zitten voor een minderheid aan investeerders in. Wat voor investeerders zijn dat? Twee angels. Twee angels. Ja. Die hebben een minderheid nu? Ja. Oké. Okay. Ja. En dat is tonnel en dat is met name software waarschijnlijk? Ja.
software. We hebben ook recent een investering gedaan in een eigen machine learning omgeving. Ja. Onze hele database is nu gestructureerd aan de hand van chatinteracties en media. Ja. En als de gebruiker een vraag stelt, dan heeft de coach straks de mogelijkheid om die vraag aan te klikken, naar de database te sturen en binnen 2 seconden krijgt hij dan een gesegmenteerde uitleg die we al in het verleden gemaakt hebben. Op basis van ons eigen algoritme is dat dan gematcht, zeg maar. Dus volgens mij staat het nu ingesteld op meer dan 83% accuraatheid dat dit een kloppende uitleg is. En dan wordt er ook gepresenteerd, zeg maar. Dus dat is ook weer een stukje optimalisatie die we willen aanbrengen. Want ja, onderwijs is wel heel erg cyclisch. Ja. Ja, en daar willen we ook gewoon van profiteren, dat dat stukje kennisoverdracht ook steeds goedkoper kan worden. Hm. Want als je zeg maar die wens van 21st century skills en waar het onderwijs allemaal naartoe moet bewegen, dan zeg ik altijd, ja, maar beweeg dan eerst je hele systeem zo dat die leraar daar de ruimte voor krijgt. Hm. Want het is wens op wens op wens wat bij de leraar neergelegd wordt. Ja. Maar ondertussen verandert er niks aan het bureaucratische model, aan het administratieve model. Ja, hij wordt niet ondersteund aan al zijn lasten, nee. Maar men verwacht wel alle lusten. En dat is waar we ook echt iets aan willen doen met ons middel. Kun je er al van leven? Hangt er vanaf hoe je rekent. Kijk, operationeel break-even zijn we. Maar we moeten nog steeds wel onze groei financieren. Dus we hebben wel een burn rate. Ja. Maar dat is ook afhankelijk van de groeiambities. Las ik nou dat je ook fysieke... Naar de fysieke wereld aan het uitbreiden bent. Ja. Van echt huiswerkbegeleiding. Ja, klopt. Dat is een soort extensie op. We hebben gewoon gezien dat wat dat betreft die markten goede marges in te verdienen zijn. Aha. En daar willen we vooral ook iets aan doen. Dus we concurreren best wel scherp qua prijs in die markt. Omdat wij Markt van fysieke huiswerkbegeleiding. Ja, in de markt van fysieke huiswerkbegeleiding. Omdat wij on top onze app kunnen positioneren. Hm. Dus op het moment dat je huiswerkbegeleider niet meer is, heb je wel de app om nog vragen aan te stellen. En maar iemand zou kunnen zeggen, joh, pas op, focus. Mr. Chat is een app. En je hebt nou net de hele tijd zitten uitleggen hoe prachtig en kansrijk het echt een digital product is. Klopt. En dan ga je ook fysiek dingen doen. Is dat geen risico? Omdat we de mensen wel hebben zitten en we dus ook demografisch eigenlijk door heel het land gewoon coaches hebben zitten, voelde het als een logische stap. Omdat wij alleen maar hoeven te inventariseren of de coaches die nu werken ook echt fysiek willen geven. Ja. En zo dekken we eigenlijk alle hoofdsteden op dit moment, of alle provinciale hoofdsteden op dit moment af, doordat er gewoon coaches zitten. Okay. Dus dat was een minimale stap, zeg maar, om te nemen. Hey, tot slot ook 2 dingetjes die ik van je wil weten. 1 is, zie jij als het gaat om gebruikers een verschil tussen bijvoorbeeld MBO of HAVO of VWO, jongens, meisjes, Randstad, dorpen, demografisch iets? Ja, Noorden is wel een stuk minder vertegenwoordigd dan het Westen. De Randstad heb ik toch het gevoel dat ook als het gaat om de adaptie van digitalisering, dat het hier gewoon net even wat sneller gaat allemaal. Dus dat zien we wel gewoon terug in onze userbase, dat we hier meer gebruikers hebben dan in het Noorden. Okay. Ja. Hey, en je bent minister van Onderwijs voor een week. Ja. En je mag 1 besluit mag je er sowieso doordrukken. Ondemocratisch als wij zijn, mag jij er gewoon doordrukken. Dit is een hele mooie. Welke zou je doen? En het mag niet zijn, doe maar 10 miljoen subsidie naar Mr. Chat. Nee. Dan zou ik het de keten van onderwijs, als het gaat om de levering van diensten zoals het nu in de aanbestedingsvorm zit van de distributeur en de uitgever, die zou ik echt drastisch onder de loep gaan leggen. Want het is de lobby die zit er volledig overheen. Ik bedoel, innovatie kan ook niet worden ingekocht door scholen, omdat het simpelweg alleen maar gaat over leermiddelen. En het enige leermiddel wat echt erkend wordt is een boek. Dat is zo'n monopolistische markt die eigenlijk... Symbolisch gaat de bosatlas op de brandstapel dan. Dat vind ik dan zelf wel een heel sympathieke editie. Daar heb ik zelf heel veel lol in. Ja? Dus die in de bosatlas? Ja. Maar dat is misschien een beetje mijn autistenbrein of zo. Maar heerlijk. Tijd om een einde te brengen aan dit gesprek. Ik snap helemaal wat je zegt. Mag je heel veel succes wensen. Ik vind het een absoluut spannend initiatief. En ik wens je alle succes. Dankjewel en bedankt. En jij, dankjewel voor het kijken naar weer een aflevering. Wil je meer zien? Abonneer op ons YouTube-kanaal. Word je automatisch op de hoogte gehouden van alle nieuwe video's. En kun je alle video's die er al in zitten bekijken. Voor nu, dankjewel. Hoi.